Oproep aan de dames 5 ton en slip 2,6. Melden bij de weegbrug, er wordt op u gewacht. En als ik mij niet vergis, nu nog rijdend met de oude configuratie. Maar ook hier is het een en ander al gereed of bijna gereed in de werkplaats. Om te verbouwen aan de David. Hoe? En op de andere kant komen we met Kees van Buijs. Met alle fijne wijzen. Volgens mij door de koppeling heen, als ik dat zo zie. 88 centimeters. En dat betekent een zesde plaats voorlopen. En op deze kant gaan wij ons opmaken voor Jeroen van Schaik uit Koerden met de NF. En hier gaan wij ons opmaken voor Jan Broersma uit Harkema, de Fiat 680. En op de andere kant de 7810, John de Heer van Henk Veenstra. Centimeter noteren wij voor de kroenvretter van Jan Broersma. En dat betekent voorlopig een 17e plaats in het tussenklassement.
Slep 2,6 melden. Dames 5 ton ook melden. Er wordt op jullie gewacht. Intussen op de andere kant onderweg met Franke Jongsma. Bijschrijver, althans voor ons is het nog wel een boek. Er staat hier een boekje er ook weer bij. Of een andere naam, Franke Jongsma. In de 8 ton als extra deelnemer. En op deze kant gaan wij ons opmaken voor de tweede keer. De Ford in de 2,5 ton sportklasse. En op de andere kant zien wij Franke stranden op 86 meter en 44 centimeter. Centimeters. De DX 6.5 van Marten Brouwer uit Oppenhuizen. En op deze kant gaan wij ons opmaken voor de Teuns Intrak van Matthijs Kloppenburg. Dat ding heeft al eens een keer in de hoek trappen van jongens. We gaan verder met onze Teuns 106. Om dan toch met een hele aparte trekker op de baan te komen. En dus hij is er gewoon weer. De intrak van Matthijs. Oftewel, wat een patja. Als de rook om je hoofd is verdwenen, de 84-33. Denk ik dat we hier de eerste omloop sport 2,5 ton hebben gehad. Gaan wij ons hier opmaken voor slap 2,6. Slap 2,6.